Pisteinsel is de kerk gesloten 9 oktober. Gesloten in die zin dat hij aan de goddelijke eredienst is onttrokken. Nou, ik ben Jan van der Ven. Ik geboren en getogen in Steensel. Ik woon er, ben daar ook een tijdje weg geweest, maar ik woon er nu alweer een aantal jaren. En in Steensel hier lid van het Steensels Archief, een clubje onder de dorpsraad die zich bezighoudt met het verzamelen van alle oudhedenkundige dingen van Steensel. Van mijn moeders kant, die uit Eersel, die waren altijd met de historie van de dorpen bezig hielden. En ik heb dat een beetje meegekregen. Je hebt wel door je daarover te lezen en met de mensen van het Steensels Archief daarover te praten, wordt het wel steeds levendiger voor je. Binnen het Steensels Archief hebben wij ook wel eens uitgezocht van hoeveel kerken hebben er in Steensel nou gestaan. Dat begint met een kerk aan de toren, een oude middeleeuwse kerk aan de toren die rond 1450 moet zijn, want die is tegelijk met de toren gebouwd. In die eerste kerk, daar was al een altaar gewijd aan Lucia. En we weten dat nou met name de klok die boven in de toren hangt, die heeft de naam, want daar heeft de klokkengieter de naam opgeschreven. Lucia is mijn naam. En er is ook een pelgrimsinsigne mee gegoten op die klok. En die klok is van 1495. Dus daar weten we zeker van dat al in die tijd Lucia hier in Steensel vereerd werd. Elk dorp heeft zijn eigen patroonsheilige. En in Steensel is dat van begin af aan dus de heilige Lucia geweest. Ja, Lucia was een Romeinse maagd uit 300 na Christus ongeveer, die zich in de tijd dat de christenen vervolgd werden, zich verzette tegen het feit dat ze niet katholiek mocht zijn. Zij zou uitgehuwelijkd worden aan een heidens man. Maar toen heeft ze aangegeven dat ze dat niet wilde, dat de bruidschat maar verdeeld moest worden onder de armen. En ze heeft dat zo stug volgehouden dat ze uiteindelijk bijna op de brandstapel terecht is gekomen. Uiteindelijk is ze door een dolksteek in haar hals is ze aan haar eind gekomen en uiteindelijk heilig verklaard. De school heet hier Lucia, er zijn wegen genoemd naar Lucia, het gilde heet hier Sint Lucia. Ja, dus Lucia betekent in het Latijn is het licht en haar naamsdag, dat is 13 december, is het haar naamsdag. En in een oude kalender, oude kalendertijd, was dat ook de verandering van licht naar donker. Die eerste kerk is in gebruik geweest tot 1648. Dat is de tijd van de Vrede van Münster, het einde van de 80-jarige oorlog. Waarbij de Nederlanden onder Willem van Oranje de staatsgodsdienst, het protestantisme, kreeg. Alle katholieken moesten hun kerken toen inleveren voor protestant gebruik. Het is wel in die tijd dat uiteindelijk gedoogd werd door de Staten-Generaal, door de landelijke overheid, de Rijksoverheid, dat katholieken in schuurkerken mochten bijeenkomen. En er zijn er in Steensel ook twee van bekend, waar die gestaan hebben en hoe die eruit hebben gezien. De schuurkerken in Steensel die hebben gestaan op de hoek van de Jozef Schulteweg en de Frans van Unenstraat. Er moest wel een aanvraag naar de Staten-Generaal om zo'n schuurkerk te mogen bouwen. En wijle Harry Huybers, die in Steensel veel geschiedkundig materiaal verzameld heeft, die heeft die aanvragen in het Rijksarchief teruggevonden. En daar stonden ook de afmetingen in van die schuurkerken. En op basis van die documenten, die afmetingen, heeft Harry Hans Borstboom uit Steensel, inmiddels ook overleden, tekeningen laten maken van die twee schuurkerken. In die tijd dat er schuurkerken waren in Steensel, toen woonde de pastoor ook in de straat. Hij woonde in het huis, wat we dit noemen, in het huis van den Armen sinds vroeger. In een huis wat eigendom was van het armenbestuur. Elk dorp had ook een armenbestuur, of de tafel van de Heilige Geest werd het ook genoemd. Die hadden dus ook eigendommen in het dorp. Grond of bossen of huizen, waar ze door verhuur of verkopen inkomsten van kregen. En zo mensen konden helpen, materieel of ook met een kleine geldelijke steun. Nadat de
er een nieuwe kerk was en er ook een nieuwe pastorie bij het kerk gebouwd werd, is het schoolhuis geworden. Vanaf 1823 ongeveer woont hier het hoofd van de school uit Steensel. En het was schoolhuis in die zin dat het dus zowel woonhuis was als dat er ook in een lokaal lesgegeven werd. En in dat huis, daar woonde toen meester Peter Cox, dat was het hoofd van de school in Steensel. En hij heeft in 1884 daar de eerste school van Steensel tegenaan laten bouwen. Rond 1800 is Napoleon een aantal jaren baas geweest over Nederland. En hij bracht de godsdienstvrijheid terug in het land, waardoor de katholieken hun kerken weer terug kregen. Alleen de torens die erbij stonden, die heeft hij in gemeente-eigendom gehouden. Om als militair object te doen, hè, vanwege het uitzicht en de klokken die geluid konden worden. Maar Steensel kreeg dus zijn kerk terug, die aan de toren stond. Die was sterk in verval. En toen is er in 1821 een nieuwe kerk tegenaan gebouwd. Toen is dus het oude middeleeuwse kerkje gesloopt en een nieuwe kerk tegen aangebouwd. Een klein kerkje met ongeveer 140 zitplaatsen. Een eenvoudig recht toe recht aan kerkje. Want dat middeleeuwse kerkje, als je daar een beeld van wilt hebben hoe dat er dat uitgezien hebt, dan is het oude kerkje in Middelbeers een goed voorbeeld van hoe dat er toen uitgezien moet hebben. Van de toren met dat kerkje uit 1821 zijn ook verschillende tekeningen gemaakt. Van pastoor Boeren is bekend dat hij ook zelf het nodige geld in de pastorie en in de kerktoken heeft. Van hem is ook een uitspraak bekend dat hij zich door twee bewakers moest laten begeleiden om zijn geld van de ene plaats naar de andere plaats te kunnen brengen. Pastoor Boeren heeft dus geïnvesteerd in die nieuwe kerk van 1821, maar hij heeft in 1823 ook op het huidige kerkplein, dat laat het kaartje van 1832 laat dat heel mooi zien, dat hij op het kerkplein ook een nieuwe pastorie gebouwd heeft. En toen is dus de oude pastorie aan de straat schoolhuis geworden. In 1912 laat de pastoor naast die oude pastorie een patronaatsgebouw bouwen. En dat werd al gebouwd door pastoor Bozet. En dat was bedoeld voor het godsdienstonderwijs. Want in die tijd, nog voor 1928, waren de lagere scholen of de basisscholen in het dorp, was een openbare school. En dus werden daar op die school ook geen godsdienstlessen gegeven. Dus de pastoor liet een patronaatsgebouw neerzetten om daar godsdienstlessen te kunnen geven. Kinderen gingen dus voor of na de school naar het patronaatsgebouw om daar godsdienstlessen te krijgen. En volwassenen in het weekend of in de avonturen. Dat werd daar gegeven. Bovendien werd dat patronaatsgebouw ook gebruikt voor vrije tijdsbesteding. Het is gebruikt om te vergaderen. Toneel kon daar terecht. Ik hoorde van iemand uit het dorp zelfs dat daar nog dansles gegeven werd. En op het eind stond er ook een biljart. Toen de Eindhovense weg verbreed moest worden met ventwegen, stond het in de weg. Het was het patronaatsgebouw. Die oude pastorie was al gesloopt en het is toen ook gesloopt. Als opvolger van pastoor Vlieshout komt pastoor Bozet in Steensel. Ook hij was een vrij bemiddelde pastoor. En hij laat in 1927 een nieuwe pastorie bouwen. De oude wordt afgebroken en hij heeft een nieuwe pastorie die er nu nog staat. En hij maakte de eerste plannen om een nieuwe kerk te bouwen. Steensel groeide in die tijd, dat is dus na 1900. Dan zie je dat er ook het aantal huizen groeit en dat het inwonertal groeit. En het kerk wat toen aan de toren stond, werd te klein bevonden. Hij maakte plannen om een nieuwe kerk te bouwen. De pastoor Bozet die reserveerde al de grond om een nieuwe kerk te bouwen. En hij schreef fundaties uit, dat hebben we ook gezien, om geld binnen te krijgen. Fundatie, dan betaalde je geld om straks als je overleden was om missen voor jou gelezen te worden voor een hele periode. Kon 10 jaar zijn, kon 25 jaar zijn, maar dat betaalden mensen op dat moment voor en zo kwam er dus geld binnen. Pastoor Bozet die heeft maar een paar jaar kunnen profiteren van zijn nieuwe pastorie, want hij overlijdt in 1929.
En dan duurt het nog een drietal jaren voordat Matthijssen in Steensel benoemd wordt, dat de plannen voor de bouw van de kerk, van een nieuwe kerk, weer opgerakeld worden in Steensel. Het kerkbestuur is dan wel eensgezind en pastoor Matthijssen gaat voortvarend aan de slag. Hij roept in februari 1932 een vergadering van gezinshoofden bij elkaar in Steensel. Had hij al schetsen laten maken en die eerste schetsen worden op die bijeenkomst besproken. En ook wordt al besproken dat men voor 10 jaar bijdragen van de mensen uit de parochie zou vragen om daaraan mee te doen. We weten allemaal wel dat het soms een hele gedoe is om een bouwvergunning te verkrijgen. Maar dat gold toen ook al. De provincie maakt herhaaldelijk bezwaar dat er toch een kerk gebouwd wordt die los van de toren staat. Daar moet uiteindelijk de bisschop aan te pas komen om bij de commissaris van de koningin. En Steensel heeft daar een hele waslijst van argumenten voor aangeleverd om bij de commissaris van de koningin bewerkstelligd te krijgen dat die akkoord gaat, toestemming geeft om een kerk te bouwen los van de toren. Mogelijk heeft daar ook het budget wat de bisschop het bisdom uiteindelijk beschikbaar gesteld heeft, dat Steensel zou mogen lenen, als geldlening aan te gaan, van 36.000 gulden in die tijd, dat daarvoor de kerk gebouwd moest kunnen worden. De kerk, de nieuwbouw, de uitbreidingsplan van de kerk, moet passen in het streekplan wat er voor Eindhoven en omgeving gemaakt wordt. En die commissie die daarop toeziet, die zetelt bij de gemeente Eindhoven in die tijd. En die maken bezwaar. Zij vinden dat er meer een verbinding die naar de toren, dat die helderder moest zijn. En wat interessante daarvan is dat we daar de inrijpoort van Kerkhof aan te danken hebben. Als je nou die inrijpoort maakt, dan geeft dat een verbinding tussen de oude toren en de nieuwe kerk. Burgemeester Panke en de Steenselse wethouder Frans van Une, die gaan naar de pastoor met het verzoek om de kerk zodanig te verplaatsen dat hij met het front naar de Eindhovense weg staat. En, dat is nog een tweede vraag van hun, is dat ze eigenlijk de kerk aan de andere kant van de pastorie zouden willen bouwen. Nou, pastoor Matthijssen is dus voorzitter van het kerkbestuur en die had al zo vaak deze drie problemen situaties een akkoord moeten gaan met een verandering. Dat hij dat front naar de kerk, dat heeft hij goedgekeurd, daar heeft hij mee ingestemd. En uiteindelijk wordt het de bouwvergunning aangevraagd met dus deze kenmerken. Los van de toren, met het front naar de Eindhovenseweg toe. Dus Van Gerwe en Ver A uit Eersel, die winnen de aanbesteding. En de eerste die gaan aan de slag met de bouw. Enkele maanden later, in juni 1933, wordt de eerste steen gelegd van de kerk. En dat gaat natuurlijk ook met een dienst en met een plechtigheid gepaard. Eind juli 1934 komt monsieur Diepe, de bisschop van Den Bosch, naar Steensel om de officiële inwijding van de kerk, dus de consecratie van de kerk, te doen. En dan is het groot feest in Steensel. Er wordt een grote optocht door het dorp georganiseerd. Alle verenigingen die gaan in optocht vanuit het Busserijnd naar de pastorie, naar de kerk toe. Fanfare De Goede Hoop uit Eersel is er onderdeel van. Er is een ruitersvereniging, pas opgericht in Steensel door Piet Smits. Steensel heeft op een waardige wijze afscheid genomen van de kerk, omdat het kerkbezoek sterk terugliep. Wij hebben meegemaakt dat er 15 mensen in de kerk waren op een zondagse viering. Het is te begrijpen dat het parochiebestuur daar niet mee verder kon gaan. Het interessante van deze ontwikkeling is dat wij van Steensels Archief steeds gezegd hebben, wij willen dat religieuze erfgoed, die eenheid van toren, kerkhof, kerk, pastorie en pastorietuin, dat willen we graag als een eenheid bewaren. Dat het behouden blijft in Steensel, maar niet alleen behouden, maar dat het ook weer verlevendigd wordt. Dat er meer mensen uit Steensel gebruik gaan maken van die gebouwen of die ruimte die er was. Zo hebben we de toren
weer toegankelijk gemaakt, dat je naar de klok kunt en van het uitzicht kunt genieten. We hebben daar historie van Steensel bij elkaar gebracht. We hebben geprobeerd op het kerkhof, en we hebben nog meerdere plannen mee om dat te verrijken. We hebben een herdenkingsmonument gemaakt voor de bevrijders van Steensel. Dus ook op 4, 5 mei kunnen we daar een bevrijdingsfeest gedenken. We hebben de pastorietuin, die voor de helft bij het verkoop van de pastorie meegegaan is. Die andere helft hebben we een parkje van gemaakt, toegankelijk gemaakt, dat de mensen daar doorheen kunnen lopen en kunnen zitten. En we zien dus nu dat de kerk omgebouwd gaat worden naar gemeenschapshuis. En daar zijn we als Stinsarchief heel erg blij mee. Want dat betekent dat het straks weer ruimer gebruikt zal worden, dagelijks gebruikt zal worden. En dat het er ook weer vaak drukker zal zijn dan in het verleden of in de laatste jaren als kerkgebouw. Straks in het nieuwe gemeenschapshuis. Er kan dan wel geen liturgiedienst meer gehouden worden, maar allerlei andere diensten waarbij je woord communie wilt gebruiken. Daar heeft de pastoraal team van gezegd, daar komen wij graag voor terug. En ook in Steensel het Luciafeest, wat wij in begin december altijd vieren, dat zal ook in die nieuwe gemeenschapshuis steeds kunnen blijven gebeuren. Nog een punt is dat wij in de kerk, in die nieuwe kerk, een gedeelte van achter het priesterkoor, een soort museale ruimte krijgen, ook een devotieruimte, om alle attributen die in de Steenselse kerk staan, bijvoorbeeld ook zeker ook het Luciabeeld en het altaar en de tabernakel, allerlei attributen, die blijven in Steensel en die gaan wij een eenheid van maken om dat daar terug te plaatsen. En dat het dus ook voor Steenselnaren steeds toegankelijk blijft en gezien kan worden in het nieuwe gemeenschapshuis.